Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik wil het gaan hebben over de vrijheid van meningsuiting. Ik krijg namelijk wat reacties van mensen die zeggen, ja, ik heb gereageerd op een video en die reactie is weggehaald. En nou is mijn vrijheid van meningsuiting aangetast. Daar ben ik het niet mee eens. Want je hebt alle vrijheid om alles en nog wat te gaan zeggen, als je dat wil. En dat met name natuurlijk op dit YouTube gebeuren. Open je eigen YouTube kanaal en ga los. Je hebt alle vrijheid. Maar als je je YouTube kanaal hebt zoals ik dat heb, dan wil je niet dat daar spam staat. Dan wil je niet dat daar gescholden wordt. Dan wil je niet dat daar propaganda wordt geplaatst. Nou, je wil een heleboel dingen wil je daar gewoon niet hebben om het schoon te houden. Want je hebt er niks aan als er alleen maar bullshit staat. En ik heb dus de instellingen zo staan dat reacties eigenlijk zo schoon mogelijk moeten worden. Nou, en dan denk je, ja, dat zal dan wel goed werken bij YouTube, maar dat werkt dus niet. En waarom niet? Nou, YouTube weet dat het met name goed gaat met kijken als er tegengestelde meningen zijn. Dus wat ze doen is als ik een video plaats, iemand een video plaats, dan wordt die met name op de tijdlijn gezet waarvan YouTube weet van, oh, die zijn daarop tegen. Want ze hebben van ons allemaal, jij ook, hebben ze al een soort van dossier. En er staat al vast wat jij leuk vindt, want ja, daar klik jij op, waar je op reageert. En dat soort video's, daar willen ze hebben dat jij die blijft zien, want dan ben je interactief, dan blijf je kijkminuten maken op YouTube en dan wordt YouTube rijk van. Dus ja, eigenlijk video's die ik maak, die komen in eigenlijk de verkeerde hoek, als het ware, voor mij. Want ik wil video maken voor mensen die dit interessant vinden. En waar komt het? Ja, juist bij mensen die hier op tegen zijn, die er iets op tegen hebben. En dat is niet wat ik wil. Dus ja, dat is gewoon erg jammer. Maar betekent dat mensen die zeggen, oh, dit wil ik allemaal niet, die gaan dus reageren. Reageren heel fel, want het is social media. Dus waarom zou je remming daar iets aan doen? Dus ga maar lekker los. En ja, dan krijg je dus reacties die ik niet wil op mijn kanaal. Ik wil mijn kanaal schoonhouden. Ik vind het best als iemand het niet met me eens is en met argumenten komt. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Als je gewoon een verhaal hebt. Maar wat je ziet is knippen plakwerk. Hele lappen tekst die overal onder video's staan waar ze dan op tegen zijn. Want er moet overal geplaatst worden. Ja, ik wist dat. En ja, als jij dan vindt dat jouw vrijheid van meningsuiting daarin geraakt is. Dan is het nog steeds voor mij. Ik zeg, ja, open je eigen kanaal. Ga er zelf maar aan zitten. Maak maar een video, ga maar zitten, maak die video en kijk hoe dat uitpakt voor je, hoe dat voelt. Ja, als anderen dan losgaan op jouw werk, heb jij je best voor gedaan. Je denkt van, nou, ik heb er toch iets moois van gemaakt. En vervolgens gaan dan die dingen die komen erop dat je denkt van, ja, moet dit nu echt? Nee, dat moet niet, dan gooi je ze gewoon weg. En er is nog een punt. Je kan ook zeggen, ik plaats mijn video en er kan niet op gereageerd worden. Je mag dat doen. Ja, dan zet YouTube het helemaal nergens meer. Maar het mag wel, het kan ook. Dus er is geen recht om te mogen reageren op video's. Dat recht bestaat niet. Er is wel een recht van meningsuiting. Je mag je mening uiten. Maar doe dat dan op je eigen kanaal. En maar ga daar niet zitten vervuilen van, ik ben het er niet mee eens en dus moet ik daar wat van kunnen zeggen. Zo werkt dat gelukkig, denk ik, niet. Maar jij kan op je eigen kanaal kan je gewoon helemaal losgaan en vertel van alles. Tenzij je dus de wet overtreedt. Want er zijn een aantal dingen die je niet mag. En realiseer je dus wel dat je, als je anderen gaat aanvallen op jouw videokanaal, dat een rechtszaak kan worden. He, want ja, die kan jou daarop aanklagen. Dus ja, je moet altijd als je video's maakt, moet je daar toch rekening mee houden. En dan kan ook gebeuren dat jij daar reacties gaat krijgen waarvan jij zelf zegt van, wow, moet dit? Ja, dan heb ik zoiets van, oké, dat zou misschien een heel goede ervaring voor mensen zijn die nu maar overal op reageren en overal losgaan. Dan zit je eens aan de andere kant. Maar ja, voor mij in ieder geval duidelijk, dan realiseer je dat.
ik probeer mijn kanaal schoon te houden. Je zal er best dingen zien, mensen die het niet met me eens zijn. Want dat is geen enkel probleem, dat je het gewoon niet met me eens bent. Maar op het moment dat er gescholden gaat worden, op het moment dat het gewoon Russische propaganda is, dat het ellenlange teksten zijn die helemaal nergens meer over gaan, dan wist ik dat gewoon, heb ik geen enkel probleem mee. Dus dan weet je dat in ieder geval, dat dat kan gebeuren. En ik zie je video op je eigen videokanaal van harte tegemoet. Want het werkt ook andersom. Op het moment dat jij een video maakt en die is dan totaal tegenovergesteld van wat ik wil zien, krijg ik hem ook op mijn tijdlijn, denk ik. Dus ja, dan kan ik los. Nou, zo ga ik niet. Maar want eigenlijk is het zo, laat het los. Waar Twitter mee werkt, waar YouTube mee werkt, waar Facebook mee werkt, is dingen aan jou, in jouw tijdlijn zetten die jou triggeren. En als jij jou niet laat triggeren, dan is het voor YouTube of die andere social media, oh, nou, dit werkt niet, gaan we andere dingen proberen. Maar laat je niet triggeren. Laat het zijn. Ik zie ook video's, denk ik, nou, wat een ongelofelijke bullshit. Ja, nou, en dan kijk ik niet. Dus ik scroll gewoon door en dan maak ik me er dus niet druk om. En er zijn nu eenmaal Russische trollen. Ja, goed. Het is niet anders. Er zijn mensen die vinden beleggen hoe dan ook een heel groot kwaad. Ja, het is niet anders. Daar kan je je druk over blijven maken. Maar je kan ook zeggen, ik scroll gewoon door. En dat lijkt mij een heel verstandige keuze. Nou, dit was mijn video over vrijheid van meningsuiting. Ik ben daar een groot voorstander van. Vandaar dat ik ook echt blij ben dat iedereen zijn eigen kanaal kan openen. Als je de video interessant vond, geef een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal, abonneer je dan. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf in op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!